Olver Molenhuis, we komen elkaar tegen na een uiterst succesvolle marathon. Ja, zeker een succesvolle marathon. Ik ben echt dankbaar dat ik net onder die 2:18 mocht lopen. Dus toch nog zit ik toch nog in de race voor de kwalificatie EK. Dus dat is erg mooi. De voorbereiding op deze marathon, die verliep erg goed, denk ik. Je laatste wedstrijd was de Venloop. En daarna had je een goed gevoel. Hoe ging je vanmorgen van start? Nou, de voorbereiding verliep heel goed tot Schorrel. En daarna heb ik wat last gehad van mijn enkel en ben ik een beetje uit mijn ritme geraakt. Dus ik was wel even bang dat wat roet in het eten zou gooien. En eigenlijk kwam ik bij Venloop weer een beetje in vorm. Er moest wel wat gebeuren, dus dan wat scherp training gedaan samen met Eddy. En dat is gelukkig genoeg geweest. Had je vanmorgen het idee dat het erin zat? Ja, ik had echt wel een goed gevoel, lekker uitgerust. En goed, je moet altijd afwachten, want ja, je weet niet hoe de omstandigheden zijn, je weet niet hoe het veld is en je weet niet of je wat voor dingen je tegenkomt. Dus je weet eigenlijk nooit met de marathon wat er kan gebeuren. Kijk maar naar Koen vandaag. De wedstrijd, hoe is die verlopen? Je kwam in een goede groep terecht? Ja, liefst was ik zelf rond de 1:08 weggegaan. We gingen tussen de 1:37 en 1:08 weg. Dus het was op zich een tikkeltje aan de harde kant. Groep met een aantal Belgische jongens, waaronder Lander en ook Wessie van der Gouw zat in die groep. Met heel strak gehaast, echt supergoed werk. En na een kilometer of 25, toen viel het toch wat uit elkaar, 25, 30. Toen stapte de haas ook uit? Ja, toen na 30 stapte de haas uit. En toen was het gewoon vechten eigenlijk vanaf dat punt. Ja. We hebben vanuit de persbus gezien dat een groot aantal Nederlandse lopers onderweg geen eigen drinkbus hebben gekregen. Gold dat ook voor jou? Nee, ik heb even kijken, de eerste drie posten heb ik goed gedronken. En daarna heb ik ervoor gekozen om niet te drinken. Omdat ik al 25 wat ademhalingsproblemen kreeg en wat last van mijn buik. Dus ja, dan is het ook een risico als je toch weer meer gaat drinken. Ja, je hebt ondertussen genoeg marathons gelopen om te weten dat niet drinken ook een ander risico met zich meebrengt. Ja, dat klopt. Alleen het was niet super warm. En als het echt super warm is, dan moet je wel. Dus in dit geval, ik zweet er niet enorm veel. Dus dan hou je toch al wat vocht binnen. Je hebt nu je doel gehaald voor vandaag. Je hoopt natuurlijk dat je in de ploeg voor Zürich terechtkomt. En dan? Ja, ik ben benieuwd. Dan gaan we daar naartoe werken en dan zullen we het zien. Maar ik ben erg benieuwd. We hebben er alles aan gedaan wat in mijn macht ligt tenminste. Dus het is nu gewoon afwachten. En ik ben in ieder geval super tevreden dat die onder de 2:18 gelukt is. Oké, dankjewel en succes. Ja,